Welkom bij deze tutorial. Ik ben Willemijn en ik ga je vandaag leren hoe je thuis een stop-motion animatie kan maken. Normaal geef ik deze workshops op scholen, op evenementen, maar nu dit even niet kan, leer ik je heel graag hoe je thuis een animatie kan maken. Voor we verder gaan, is het wel handig om te weten, wat is een stop-motion animatie eigenlijk? Eigenlijk is een stop-motion animatie niks anders dan een heleboel fotootjes achter elkaar afgespeeld. Deze foto's worden ook wel frames genoemd. Stel, ik wil een poppetje door beeld laten bewegen in mijn animatie. Ik zet dat poppetje ergens neer, ik maak een foto, ik verplaats hem een stukje, maak weer een foto, ik verplaats hem weer en maak weer een foto. Als ik al die foto's achter elkaar afspeel, heb ik eigenlijk de illusie van beweging. En zo maak ik een animatie. Zo kan ik ervoor zorgen dat bijvoorbeeld mijn tekening, mijn Lego of mijn poppenhuis tot leven komt. Voor we kunnen beginnen met animeren, moeten we een paar stappen doorlopen. En stap nummer 1 is daar het belangrijkst. Het verzinnen van een verhaal, het maken van een script. Ik vind het altijd handig om bij het maken van een script een paar vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld, waar speelt het verhaal zich af? Wat voor karakters zitten er in mijn verhaal? Wat hebben ze bij zich en wat gebeurt er eigenlijk in mijn verhaal? En denk bij het maken van een verhaal altijd in een begin, een midden en een eind. In het begin laat je vaak de kijker zien waar speelt het zich af. In het midden gebeurt er altijd iets. En het eind, dat zegt het al, daar gebeurt iets waardoor de kijker weet dit is het eind van het verhaal. Nu we een verhaal hebben bedacht, kunnen we een storyboard gaan maken. En een storyboard is eigenlijk niks anders dan een soort van stripverhaaltje waarin je uittekent wat er gebeurt in jouw verhaal. En dit is een soort van houvast dat je tijdens het animeren straks weet wat er in beeld moet zijn en hoe. Hiervoor hoef je echt niet goed te kunnen tekenen, dat kan ik helaas ook niet. Dus teken gewoon in grove lijnen, harde poppetjes, wat er gebeurt en wat er in beeld is. Op deze pagina kan je een template downloaden van een leeg storyboard om zelf straks in te tekenen. Nu we een verhaal hebben en een storyboard, kunnen we decor gaan maken. We weten nu wat voor karakters er zijn, wat voor achtergronden we moeten maken. En nu is het nog de keuze aan ons welk materiaal we hiervoor gaan gebruiken. In mijn animatie heb ik papier gebruikt, maar je kan ook klei gebruiken of je Lego. Denk hier goed over na. Voordat we kunnen gaan animeren, moeten we onze animatiestudio opzetten. Nummer 1 om te doen hier is het installeren van de app Stop Motion Studio. Hier is een gratis versie van deze app. En met deze gratis versie kan je eigenlijk superveel. En deze app is te installeren op je iPhone, je Android phone, je Windows computer, je Mac computer en je iPad. Ik heb ervoor gekozen voor deze tutorial om hem op mijn iPhone te zetten, omdat ik denk dat heel veel mensen wel een telefoon tot hun beschikking hebben. Nu we de app hebben geïnstalleerd, kunnen we onze camera gaan plaatsen. In mijn geval mijn telefoon. Wees creatief in hoe je deze wil plaatsen. Het is belangrijk dat je telefoon stil blijft staan tijdens het animeren. Ik heb ervoor gekozen om mijn telefoon van bovenaf op te hangen. En die filmt eigenlijk de tafel. En daarop animeer ik. Maar misschien heb je wel een 3D-object en wil je je telefoon eigenlijk van voren neerzetten. Wees creatief in hoe je dit kan doen. Pak een paar boeken, leun hem ergens tegenaan. Kijk hoe je dit voor elkaar krijgt. Ook heb ik op deze pagina een template toegevoegd die je kan downloaden voor je iPhone 8. Maar deze is met een beetje aanpassing ook voor andere telefoons zeer geschikt. Een hele belangrijke stap in het opzetten van jouw animatiestudio is het instellen van je licht. Je wil bij animeren dat de lichtsituatie in jouw ruimte eigenlijk het hele tijd hetzelfde blijft. Dus het liefst zit je niet naast een raam waar dan weer zon is, dan weer schaduw. Dus doe alle gordijnen dicht en zoek een goede lamp of een spot waarmee je jouw decor kan uitlichten. Nu we alle voorbereidingen hebben gedaan, kunnen we gaan animeren. Open de Stop Motion Studio app. Je wilt nu eerst een nieuw project aanmaken. Druk hiervoor op het plusje bij New Movie. Nu kom ik in het beginscherm terecht. Ik zie dat mijn decor hier allemaal helemaal goed klaar ligt.
Maar soms moet je hier nog even je camera goed instellen, het licht een beetje bijschuiven. Zorg dat deze basis goed is. Ik ga in deze tutorial jullie vooral vertellen wat de basisfuncties zijn. Dus ik ga niet op alle functies in, maar ik geef jullie de basis die nodig is om te gaan animeren. En dit zijn ook de functies die ook in de gratis app te gebruiken zijn. Stap 1 is ik ga naar dat radartje linksonder in de hoek. Zodra ik die aantap, kom ik in een soort minuutje terecht. Nou zit ik eerst in een soort van speedklokje. En daar kan ik instellen het aantal frames per seconde. Dus de snelheid. Hij staat nu op 10, wat betekent dat ik 10 frames of 10 foto's per seconde beeld moet maken. Ik kan die hoger zetten, daar wordt het beeld wat soepeler van, wat smoother. En ik kan hem lager zetten, dan wordt het beeld wat hakkeliger. Ik vind voor animatie maken 10 een heel goed aantal. Dit is niet te veel, niet te weinig, maar je kan dit altijd tussendoor aanpassen als je dit anders wil. Het volgende tapje waar ik naartoe ga, is dat vierkantje met die twee pijltjes erin. Pijltjes erin. Aspect ratio instellen. Die staat bij mij nu eigenlijk op het standaard formaat van een HD-video, standaard verhoudingen. Maar ik kan die ook bijvoorbeeld vierkant maken, als ik denk ik wil een vierkante gif maken bijvoorbeeld. Of ik wil bijvoorbeeld zo'n lange, want ik wil voor mijn Instagram-story wat maken. Dat kan ook. En de laatste tab is nog wel handig. Die 4K. Ik zet die op HD. Daar staat die standaard op en daar laat ik hem ook op staan. Vind ik een prima formaat. Die HQ, hoge kwaliteit en 4K, dat is ook geen optie bij de gratis app. Nou zie ik dat ik hier mijn beeldverhouding, aspect ratio nog niet goed heb. Dus die ga ik nog even terugzetten op HD, want daar wil ik in gaan werken. Dan. Deze basis is al goed. Dus nu wil ik eigenlijk foto's gaan maken om te gaan animeren. Klik ik op dat fototoestelletje rechtsboven in de hoek. Nou zie ik hier mijn figuurtje al, Jim. Hij is niet zo blij, Jim. Ik hoop straks wel. En we willen Jim gaan laten bewegen. Want ik wil dat Jim bijvoorbeeld in mijn animatie van hier naar hier beweegt. Voor we beginnen ga ik jullie nog wat functies laten zien en dingen die je moet instellen voor je kan beginnen. Eentje daarvan. Is ik zie dat raster daar in beeld. Zie je al die lijnen? Die kan ik aan- en uitzetten door op dat rastertje te klikken linksonder in de hoek. Ik vind het altijd wel handig om deze aan te hebben, zodat ik kan zien wat het midden is en wat voor soort van de veilige zone is. En zodat je weet van nou, alles zit recht en op de goede plek. Dus ik laat hem voor nu aanstaan. Maar je kan hem dus aan- en uitzetten tussendoor als je even wil zien van hey, hoe ziet het er straks uit zonder die lijnen. Nog een heel belangrijk ding voordat je begint, is de lichtinstellingen en de focus. En die kan ik instellen door op dat icoontje van die soort van sliders te klikken, rechtsonder in de hoek. Dan kom ik in dit menuutje terecht. En ik begin even bij dat cameraatje. Nou, die moet gewoon op camera staan, dus daar gaan we lekker niks mee doen. Dan gaan we naar de M van Manual. En daar kan je instellen hoe jouw focus en je exposure, dat is je lichtinstellingen, hoe die opgepakt worden. Je kan die op auto zetten, daar staat die standaard op. Wat betekent dat die automatisch je lichtinstellingen doet en je focus. Ik vind focus. Ik vind omdat hij dan ook tussendoor als je hand in beeld is geweest, soms opnieuw gaat focussen. Ik vind de functie al handig, want dan kan ik door op mijn scherm te tappen straks instellingen waar ik wil dat hij focust en de lichtinstellingen op baseert. Dus die al, daar laat ik hem voor nu op staan. Dan kan ik bij dat zonnetje kan ik nog de exposure eventueel een beetje aanpassen. Kijk, als ik hem hoger doe, zie je, dan wordt hij wat lichter. Doe ik hem in de min, dan wordt hij donkerder. Ik laat hem voor nu op de nul staan. Vind ik zo prima. Maar daar kan je dus wat aanpassen als dat nodig is. Op het plusje kan ik het beeld inzoomen. Kan soms handig zijn om het zo te doen. Ik vind het persoonlijk beter om dat met je camera te doen. Dus je camera dichter bij het object te verplaatsen. Dan blijft de kwaliteit van de foto's het best. En het laatste tapje, daar kan ik zorgen dat mijn beeld bijvoorbeeld geflipt, horizontaal, verticaal of gerouteerd kan worden. Het kan soms handig zijn als bijvoorbeeld je camera op een gekke manier geplaatst moet of op de kop zit. Hoeft voor mij nu niet, dus ik zeg done. Nou, moet ik nog mijn instellingen doen, dus ik tap op het scherm. Kijk, dan zie ik zo'n soort van cirkel. En dat betekent dat hij op dat punt gaat focussen. Dus mijn licht en de focus is nu daarop gebaseerd.
Ik ben nu klaar om te animeren. Dus ik wil eigenlijk mijn eerste foto maken. Nou, ik leg het even ietsje dichter bij die boom. En ik zeg op die knop, Chuck, maak een foto. Dan ga ik Jim een stukje verplaatsen. En dan zie ik meteen dat ik nog die laag daarachter zie. Zie, dat is de foto die daarvoor zit. En dat is heel handig, want dan kan ik zien hoe grote stapjes ik maak. En die techniek, dat heet ghost layer. Ik kan die ghost layer instellen hoe fel ik die wil hebben. Door links in het scherm, dat witte bolletje, die kan ik verschuiven, om die beter of minder zichtbaar te maken. Ik laat hem altijd een beetje in het midden staan, vind ik prima. Dus nou, ik heb hier nog een stukje en ik maak weer een foto. Ik verplaats hem nog een stukje en ik maak weer een foto. Zo maak ik een heleboel foto's achter elkaar. En dan merk ik al dat het eigenlijk niet zo handig is om elke keer op die rode knop te drukken. Nou is daar een oplossing voor. Ik kan hier een soort van timer instellen. Dat is dat klokje boven die rode knop. Daar kan ik instellen dat hij om de zoveel seconden automatisch een foto maakt. Ik zet die op 5. Dat betekent dat hij om de 5 seconden een foto gaat maken. Ik zeg dan. En dat kan heel handig zijn voor als je in je eentje bent, om lekker door te werken. Dus zodra ik nu die rode knop in druk, gaat hij om de 5 seconden een foto maken. Nou, ik laat hem eerst nu alvast een foto doen. Tjak, kijk, en dan gaat hij opnieuw. Zie je, dan zie je dat lopertje. Dan heb ik elke 5 seconden om alles even goed te plaatsen. Hop, en weer verschuiven. Nou, dat gaat hartstikke snel. Ik laat hem nog één maken en dan zet ik hem even op stop. Want dat kan natuurlijk ook tussendoor. En nu wil ik hem nu eigenlijk even van die timer weer af hebben. Want ik wil nu even wat kleinere, moeilijkere stapjes maken. Dus ik zet die even op off. Want ik ga Jim omhoog laten kijken. Dus ik ga eigenlijk zijn hoofd een heel klein beetje omhoog bewegen. Een stukje omhoog. Misschien wordt Jim ook al wat blijer nu, want hij ziet die mooie appels daar. Dus ook zijn mondje. Ga ik er even afhalen. Ik heb dit trouwens sommige dingen vastgeplakt. Met van die plakgum. Ga ik even laten zien. Dit vind ik heel handig. Een soort van plakgumachtig spul. Lijkt een beetje op kauwgom. En daar kan je dingen mee vastzetten, maar ook weer loshalen. Vind ik voor animeren heel erg handig. Even een tip tussendoor. Nou, Jim is gelukkig heel blij. Ik beweeg hem nog even een klein stukje naar die appels toe. Dan kan hij ze even wat beter bekijken. Nou, nu heb ik heel wat foto's gemaakt. Als ik nu op die play-knop druk onder de rode knop, dan zie ik mijn animatie daar. Nou, ik vind hem hartstikke leuk. Ik vind hem eigenlijk zo wel af. Dus wat ik ga doen, ik ga terug door op dat pijltje te drukken rechtsboven in de hoek. En nu zie ik hier nog al die frames, zie je, daaronder in een soort van tijdlijst staan. Nou kan het wel eens gebeuren dat je ergens een keer je hand bijvoorbeeld in beeld hebt. Of een frame dat je denkt, die wil ik weg hebben. Dat kan hier gelukkig. Bijvoorbeeld, ik wil dat eerste frame, wil ik weg hebben. Tik ik op dat eerste frame. En dan kom ik in een soort menuetje terecht. Daar kan ik op delete knop drukken. En dat betekent dat ik dan dat frame verwijder. Dus dat ga ik eens doen. Hop. Nu is dat frame weg. Dan vind ik mijn animatie zo wel klaar. Maar misschien is het nog wel leuk om het audio toe te voegen. In de gratis app kan je alleen audio toevoegen door zelf dingen op te nemen. Dus door je stem te gebruiken. Koop je de betaalde app, dan kan je ook geluid toevoegen wat ze in de app hebben zitten. Of vanuit je bibliotheek. Vanuit je audiobibliotheek. Wat ik doe, ik klik het frame aan waar ik de audio wil laten beginnen. Nou, in dit geval is dat frame nummer 1, dus daar staat hij eigenlijk al goed. Frame nummer 1, en dan klik ik op dat microfoontje links in beeld. Nou zie ik daar al een recordknop. Zodra ik daar op druk, gaat hij opnemen. En kan ik dus mijn stem gebruiken om het audio te maken. En ik moet ook weer op stop drukken als ik klaar ben met opnemen. Komt hij aan. Pom, 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 pom. Nou, heb ik een geluidje opgenomen. Ik kan hem even afluisteren.
Maar ik zeg in dit geval, ik vind hem goed, ik vind hem done. Als ik nu op play druk, speelt hij mijn animatie af met dat geluidje eronder. Nou zag ik net ook in beeld daaronderin zo'n soort van audio wave heet dat. Dus dan zie ik wat de audio doet. Die kan ik hier ook zien door eigenlijk dubbel te tappen op zo'n fotootje. Hier dan kan ik zien van oké, daar zit allemaal audio onder. En die groene stip die je ziet, dat is altijd waar de audio begint. Dus ik kan ook meerdere audio dingen opnemen, maar voor nu vind ik dit helemaal goed. Nou is mijn animatie af en dan wil ik hem gaan exporteren. Daarvoor ga ik terug naar het openingsscherm. Moet ik op die pijl drukken links boven in de hoek. En daar staat mijn filmpje. Nou heet hij hier nog My Stop Motion Movie, maar ik wil hem een naam geven. Daarvoor dubbel tap ik op de naam van het bestand. Haal ik dit weg en ik noem hem eventjes Jim. Done. Nou heet hij Jim. En Jim wil ik dus exporteren het filmpje. En daarvoor moet ik hem selecteren. Dat doe ik door erop te klikken. Wat langer ingedrukt te houden. En dan krijg ik hierboven in die blauwe balk wat opties. Eén daarvan is de prullenbak. Nou, dat willen we vooral niet. Maar we willen hem eigenlijk opslaan. Daarvoor heb ik dat vierkantje met die pijl daar. Daar moet ik op klikken. En dan kan ik klikken Export Movie. Dit betekent dat hij er een filmpje van maakt. Ik kan er ook een gif van maken of de all images, dan maakt hij er losse afbeeldingen van. Flipbook is ook heel leuk, dan kan je hem uitprinten. Dan heb je een soort van flipboekje. En het project kan ik exporteren, dan kan ik hem op een andere telefoon of een iPad of op mijn computer nog weer eens openen. Maar voor nu zeg ik export movie. Ik wil hem eigenlijk opslaan gewoon in mijn files op mijn telefoon, dus ik zeg save to files. Op mijn iPhone. Kijk, daar heb ik een Stop Motion Studio map, zeg ik, bewaar. Dus nu is mijn animatie daar opgeslagen en kan ik hem daar verder gebruiken. Dit is hoe de app werkt, dus nu kan je zelf aan de slag. Bedankt voor het kijken naar deze tutorial. Mocht je het leuk vinden om te weten wat anderen al gemaakt hebben met deze app, ga dan naar tv.stopmotionstudio.com. En mocht je na het zien van deze tutorial denken, ik wil eigenlijk wel meer weten van deze app, en wat er nog meer mee kan, ook met de betaalde versie, laat mij dit dan weten op willemijn@visueelgeweld.nl of laat een comment achter op YouTube. Succes met het maken van je eigen animatie!